De roltrap is defect. Dat kan tegenlopen, want het is hartstikke druk hier op Hengelo Centraal op een zondagochtend. Ja, we zijn laat. Het is al 10:30. 11 uur, sorry, al haast al bijna. Ja, uitslapen. Nou ja, ik had vandaag voor jullie een Duitsland-toertje gepland met een 9 euro ticket. Alleen nu ben ik de mondmaskers vergeten. Dus dat gaan we vandaag niet doen, helaas. Maar daar ga ik een andere keertje maar in doen, want het is namelijk veel te druk om te filmen daar in Duitsland. Wat ik zo allemaal hoor, die beelden, allemaal zo zie. Dus daar gaan we een andere keertje doen. We gaan vandaag maar een weekendvrij Nederland toertje doen met mijn weekendvrij eerste klas. Dus ja, random toertje, geen planning. Ik zeg heel veel kijkplezier. Utrecht-Malibaan in. Gaan we met de SLT mee. Ik ga zelf niet naar het spoormuseum meer, want ik heb die al een keer gedaan. Maar ik wil gewoon even naar dat station heen, want het is nu een mooi station. Dus dat gaan we maar even doen. We zijn aangekomen hier in het Malibaan station. Het spoorwegmuseum is hierin bevestigd. Het is een heel ingewikkeld station. Want dit station wordt nog steeds gebruikt door treinen. En ze hebben hier gratis toiletten. Daar ben ik ook blij mee. Want dan kun je hier dan ook nergens meer treffen. Dit gedeelte. Dan kun je dit dan zien. We gaan niet naar het betaalde gedeelte heen. Want ik heb het al een keer gefilmd. En er is niets bijzonders vandaag hier. Dus we gaan even alleen het gratis gedeelte doen. Hier vaak een uur speling heb op de volgende trein daarna centraal, dus uiteraard centraal. Dus ik doe eerst even het gratis gedeelte van jullie en dan gaan we weer meer terug. Dus we moeten hier nog een uur van maken, maar dat gaat me wel lukken hier. Malibaan eigenlijk ontstaan dit als treinstation. Dit was een treinstation van jaren 1800. In de jaren 1800 tot en met de 1900 had je alleen in Nederland privaat spoorbedrijven. Ja, in Nederland is dat bijna een beetje weg. Maar vroeger hadden we net als wat Zwitserland ook keer tussen Jungfraujoch en de Rijtische Baan. Daar waren toen allemaal privaat spoorwegen. Toen was er nog allemaal van die prijsvechters. Want als je vanaf Utrecht-Malibaan gaat, ben je veel goedkoper uit als je over Utrecht Centraal gaat naar Amsterdam. Dus zo in die richting hebben ze dit station gebouwd. Dus het was vroeger dus het centraal station van een lokaal spoorweg. Verder heeft hij in de eind jaren 1940, voor de Tweede Wereldoorlog, hebben hier heel veel goederentreinen gereden over onze spoorbaan. En in 1944, toen in de Tweede Wereldoorlog, was het station ook nog wel best wel bijzonder. Want in die tijdperken moesten in de Tweede Wereldoorlog alle vervoer van Joden naar concentratiekampen heen gebracht worden in Oost-Europa. Toen hebben ze dit station ook voor gebruikt. En in eind jaren 50, 60 kwam hier het Spoorwegmuseum in bevestigd. Het Spoorwegmuseum was vroeger alleen dit stuk, dit moderne kap. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Dat moderne kap wat je daarachter ziet, die is later bijgebouwd in 2004 ongeveer, dacht ik. Toen kreeg het Spoorwegmuseum meer locomotieven erbij, dus meer elektrische locomotieven en zo. Toen werd het uitgebreid. En hier zat er dus toen dus in dit gedeelte zat dus toen een spoorwegmuseum met modelspoorbaan in.
Dus een oude modeltrein. Dus zijn kun je nog zien in het betaalde gedeelte van het museum. Ik heb nog wel een linkje in de beschrijving. Toen ik dit museum ook heb gedaan. Toen met de tentoonstelling van de restauratierijtuigen. Dus heb ik ook het museum uitgebreid gefilmd. Dus dat ga ik dus nu achterwege laten. Dus een klein feitje over het spoormuseum. Toen in 2004 reden hier toen de stoptreinen vanaf Utrecht Centraal hier langs. Met oude citypendels nog. Dat is de allereerste keer dat ik hier toen met de trein hierheen ging. Dus met de citypendels. Toen ging over dat stukje heen. Dat stukje is afgebroken. En dus is nu een fietspad slash voetpad van gemaakt. Dus dan kunnen treinen alleen nog maar die kant van de Oosterse spoorbaan gebruikt worden. Maar ook niet helemaal op dat stukje tussen de Blauwe Kapel. En is ook al afgebroken. Dus je kunt dus niet meer die hele spoorlijn afrechten worden. Dus dat stukje is dus al afgebroken. Dus, en even nog meer voorzieningen van dit station laten zien aan jullie. Dus dit station wordt nog wel steeds gebruikt. Alleen als het spoormuseum open is, dus gewoon 7 dagen in de week, vanaf 9 tot 17 uur. En verder is dit, wordt het station niet gebruikt. Alleen maar voor het spoormuseum. Dat stuk is dan het betaalde gedeelte, daar gaan we dus nu niet naartoe. Gaan we het station op. Je hebt ze wel een beetje gemoderniseerd, zie ik. De laatste keer toen ik hier was geweest, was er nog wat oudere stationsvloertje uit de jaren 80. Maar dat hebben ze dus nu helemaal aangelegd naar 2020 huisstijl. Dat vind ik wel jammer. Maar wat ze dus nu wel bewaard hebben, is het oude stationsbordje nog van de jaren 80. En daar lopen we nu even naartoe. En dan kun je het contrast zien joh, van dit station. Dus ze hebben ze echt heel mooi aangelegd. Want vroeger hadden ze alleen nog maar die oude houten bankjes. Daar hebben ze er gelukkig nog één van bewaard. En dat is dan de 2022 huisstijlbankjes. Eens dat dit station niet heeft, is een overkapping. Dat is wel jammer. Maar als het regent, kun je nog op dat spoor in de, schuilen. Ja, het is jammer dat we net weken later weer. We staan hier in tentoonstelling over die open treinen. Dus het is wel even jammer dat we nu weer later zijn. Nu zit het op slot. Dat dacht ik al wel. En inderdaad, hier het oude stationscombot uit de jaren 80 is hier nog te vinden. Nou ja, spoormuseum heb ik al een keer een vlog over gemaakt. Dus linkje zet ik in de beschrijving. En hier heb je dus een oude telefooncel. Juist ja, ja dat heb ik al geen jaren meer gezien in Nederland. Zo kon Nederland vroeger bellen. Hebben ze op kopslot gezet. In Duitsland kun je er namelijk nog in, want in Duitsland staan die dingen nog. Dus instantstation met een telefoonstel. Utrecht-Maliebaan. En hier natuurlijk de voorloper van de N-wagens. Plan B rijtuigen. Zo ook op slot. En dit is een heel bijzonder rijtuig. Het is een ICR Benelux rijtuig. Juist ja. Kijk dan met de oude, die oude ICM interieur nog. Dat vind ik heel goed dit. Kijk daar joh. Oh, ik mis het interieur zo erg. Ik ga het toch nog even zeggen. De ICM treinen gaan namelijk ook uit dienst. Langzaam gereficeerd uit dienst. Dus die treinen komen ook uit de jaren 70, 80. Net als deze trein hier, die is er al jammer genoeg al uit. De Benelux rijtuigen van de stuurstandrijtuigen van de Benelux. En die hebben dit van de tweede klas, want ik ken het nog als klein kind zijnde nog. Heb ik in dit interieur gehad in de koplopers. Dat zat super super lekker. Dit was de eerste trein in Nederland trouwens die ook airco heeft. Want de ICM rijtuigen zijn na de modernisering de airco in de verlichting gebouwd. Maar hier is nog de oude airco, want die zit daar in dat blokje daar, als jullie dat goed kunnen zien. In dat blokje daar, daar komt toen de airco uit. Uit het bagagerek. Dat was toen echt een hele mooie trein dit. Dus jammer. Deze is dan uit. Zelfs met aspakjes erin joh. Ja, dat was echt een leuke tijdperk nog. NS huisstijl 2004. Interieurtjes wil van dit ding. Zoiets lijken op een Plan V maat 64. Wat vroeger ook in Twente heeft rondgereden. Ik vind het jammer dat dit eruit dienst is. Want dat vond ik echt hele mooie treinen. Mooie stoptreinen. Die Benelux rijtuigen zijn ook SICR rijtuigen. Ik heb hier ook al een keer gezeten. In de VSM terug naar toen. Toen reed deze Plan W rijtuigen. Achter stoomlok. Dat was toen echt heel gaaf. Terug naar toen. 2018 was dat voor mij. Of 2017. Een van die twee. Dat was echt heel mooi. Plan W.
Deze reed er vroeger ook achter, het is Benelux reed, dat noem ik even ICR rijtuigen. Deze zag je vroeger als Intercity Plus in de jaren 80, 90 ook met geel, met blauwe strepen. Had die ICR rijtuigen ook, dan had je ook deze rijtuigen, deze interieur ook, als Intercity. Maar toen hadden ze deze raampjes, was toen wel iets anders. Komen aan bij een Plan E rijtuig. Die hebben vroeger ook op het terreintraject tussen Zwolle en Hengelo gereden. Dus dit rijtuig is al helaas voor mijn tijd. Dit heeft dus ook op dat stukje waar nu Blauw net overheen gereden heeft, deze rijtuig ook overheen gereden met diesel locomotieven. Plan W, tweede klas interieurtje trouwens. Dus ideeën gaan wel echt wel terug in de tijd. Dit is een Mat 36. En dit was vroeger de tweede klas. Ja, dat klinkt raar. Dan zou je denken zeggen, ja, dat lijkt me een beetje op eerste klas met die 2+1 opstelling. Maar vroeger had je in regionale treinen geen eerste klas. In de jaren 30. Die had je alleen in internationale treinen. Dus dit was dan een tweede klas. Dus als ik dus nu in deze periode een weekend vrij had gehad, dan mocht ik op deze bankje zitten. Dit is dus gekleed voor de eerste klas. In de stoptrein had je dat toen niet. Toen had je een tweede klas. En dit was de derde klas van deze trein. Nou, geef hem maar een ICR. Of een Plan V of zo. Maar helaas, het wordt een SLT. Altijd beter dan SNG. Toch geen 44 generatie meer, hè? We gaan met de trein naar Schiphol. We gaan met de sprinter naar een heel mooi stationnetje. Zo, SLT'tjes weg. Ik ben uitgestapt bij Amsterdam Weldenpoort. Een van een paar klassieke stationnetjes. Kijk, daar is klopt van. Ik wil eens kijken wat hier is, of dit echt een mooi station is. Ziet er wel een beetje vervallen zooi uit dit. Kijk, een beetje DDR-dictatuur van. Rugpijn, hernia, apparaat. Uit deze Ferm MM kwam ik net uit in het station. We gaan eens even kijken bij de stationshal van deze. Juist. Ja, leuk hè? Er zit een van de mooiste stations. Eén is nog uit die originele stijl, nog uit 1940. Een van de grote voorstadshalters hier van Amsterdam vroeger. Ik kan het zeker waarderen, echt een super mooi station. Dan heb ik een food review vandaag. We gingen bij de Vivemore. En we hebben een hotdog. En zo'n burgergeval iets. Kijk daar, lekker een hartaanval burger. Het is goed vlees dit. Ik zeg, eet smakelijk. In de trein naar huis. Ik ga de video afsluiten. Zeg, tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van video. Abonneer mijn kanaal hieronder, zodat je aan is. Bij een nieuwe video. Zeg, tjus, een beetje niet, maar.